Innovaties hebben onze wereld gevormd en de manier waarop we leven, werken en contact maken getransformeerd. Onze nachten verlicht, afstanden overbrugd, ons tempo versneld. De wereld naar onze huiskamers gebracht en alle informatie binnen handbereik. Met elke uitvinding verschuiven de grenzen van wat we denken dat mogelijk is. Onze reis van innovatie is geen rechte weg, maar eerder een kronkelend pad van ontdekking en heruitvinding. Elke stap die we hebben gezet, elk idee dat tot leven is gekomen, heeft bijgedragen aan de wereld zoals we die nu kennen. Denk aan de tijd die we doorbrachten in de videotheek. De manier waarop we entertainment ervaren is volledig veranderd. Herinner je je nog de cassettespeler? Kasten vol met je favoriete cassettes. Nu zitten er miljoenen muzieknummers in je broekzak. De telefoon. Ooit onze enige verbinding met één andere plek tegelijk. Nu een draagbare supercomputer in broekzakformaat die de hele wereld met elkaar verbindt en toegang geeft tot vrijwel alle informatie die we nodig hebben. The Internet of Things. De katalysator van de technische innovatie. We leven in een tijdperk van slimme gebouwen, waar technologie niet langer simpelweg een functionele rol heeft, maar nauw verweven is in ons leven. Het verbetert onze ervaring en transformeert ruimtes. Het zorgt voor slimmere communicatie tussen verschillende componenten binnen deze gebouwen. Daarmee voorspellen we behoeften en onderhoud, voorkomen we problemen en zorgt dit voor een harmonieuze mensenstroom. Door integraties met elkaar te koppelen, spelen we in op de maatschappelijke vraag naar duurzamer, slimmer en veiliger wonen. Dit alles creëert een ecosysteem, een symfonie van technologie. Die leven blaast in deze betonnen en glazen constructies. Onze wereld evolueert in een moordend tempo. De vraag is niet of je het kunt bijbenen, maar of je het je kan veroorloven achter te blijven. Hoe zal onze toekomst eruit zien? Ben je er klaar voor? Samen bouwen wij de toekomst.